ben Vincent Horbach van Rederij Prinsengracht te Amsterdam. En ik vind dit een bijzonder mooie motor. Verdomd mooie motor. Schipper Maassen, wat heeft u voor motor? Ik heb een Industrie 2VD5. En wat is het vermogen? Zo ongeveer 60 pk. Nou, ik ga hier een paar punten smeren, want alles gaat hier bewegen en dan heeft het een beetje olie nodig. Dus bijvoorbeeld hier deze potjes. Je kijkt hier wel regelrecht op de motor vanuit de stuurstand. Ja, klopt. Is dat niet erg lawaaiig? Het is juist hartstikke mooi. Ja, nou hoewel, na een aantal uren, uren 4, dan wil je wel even stilte om je heen. Maar jij bent muzikant. Ja. Moet je niet om je oren denken. Oh, maar zo hard is het niet. Nee, dat valt wel mee. Nee, het is een prachtig geluid. En af en toe stap ik even naar buiten, ik heb hier weer een ander soort geluid, maar dit is ook hartstikke mooi. Hoe oud is de motor? Hij is uit 1939. Wat weet u van de geschiedenis? Nou, hij is voor de oorlog dus gebouwd, maar hij is pas na de oorlog ingebouwd in een kotter in Bruinisse. En wat heeft hij in de oorlog gedaan? Ergens ingepakt gestaan bij een machinefabriek. Dus hij is goed nog fout? Ja, daar ga ik niet over. Nee. Ja, en dit is toch prachtig. En eigenlijk, als je daar goed naar kijkt, deze motoren, die zouden eigenlijk, net als het maritieme erfgoed, onder de monumentenwet dienen te vallen. Want dit soort techniek en kennis mag eigenlijk niet verloren gaan. de Arethusa. Ja. Hoe lang heeft u die al? Die heb ik al vanaf 1985. Oké. Okay. En gekocht van de gemeentereiniging Haarlem. Want het was een... Een vuilnisboot en hij trok van die baggerbakken voor in Spaanen uit te diepen en ook onderhoud voor de bruggen. Heeft hij gedaan. En wat stond er toen voor motor in? Toen stond er een viercilinder Kromhout-Gardner in, een blokmotor. Maar ja, toen we deze motor tegenkwamen, toen dachten we, ja, die moet erin, want het is echt een hele mooie oude. Ja. Hoe heeft u deze industrie gevonden? We waren een keer bij de Gebroeders Bos in Spakenburg, zochten we een paar leidingjes, dieselleidingjes. En mijn vriend die vroeg van, hebben jullie niet deze mooie oude motor nog eens een keer? Hè, die jullie uit of in moet bouwen. En toen zei een van die broers, zei, nou ja, volgende week komt er iemand, een kokkelvisser uit Tolen. Die wil een minder zware motor hebben omdat hij op het wat kokkels vist. Dan kan hij sneller van het wat af en zijn de kokkels nog verser. En die komt wel langsvaren. Dus die kwam langsvaren hier op het kanaal. Belde ons op. We gingen kijken en verkocht. Dus dat was heel, heel toevallig. En gewoon mazzel. Ja. En hoe lang staat hij er nu al in? Van 1999. Het leuke van die motor is ook nog, hij staat voor mijn roer, dus ik kan onderweg, om de anderhalf uur, kan ik ongeveer smeren. En dan hoef ik helemaal niet de machinekamer in. Dus dat is lekker makkelijk. Met de Arethusa? Varen en naar evenementen. Dat is altijd heel, heel gezellig. Zo'n landelijke sleebotenclub die organiseert van alles. Maar ook steden ja, organiseren allerlei ja, evenementen van oude bootjes. En daar ga ik graag naartoe. Ja, leuk. Is de Arethusa gebouwd? Die is gebouwd in Haarlem, bij de werf Zuidam. En heette die ook Arethusa? Nee, hij is gedoopt als Ina. Dat was de dochter van de directeur van de gemeentereiniging Haarlem. Daar is hij voor gebouwd eigenlijk, officieel. In 1927. En hoe komt hij aan de naam Arethusa? Ja, dat komt eigenlijk van een hobo-stuk, klassiek hobo-stuk van Benjamin Britten. Metamorfose. Die heet Arethusa. En dat is een mythologisch figuur, een dochter van Nerhuis. En die werd achterna gezeten door de riviergod Alpheios. En zij vluchtte weg, maar Diana die veranderde haar in een waterval. En toen kon Alpheios toch nog door erheen zwemmen. Dus ze ontkwam niet aan hem. Dat is het eigenlijk het verhaal. Ja. Jullie hebben de naam gegeven? Ja, ja.